Ja, goedemiddag, welkom in de nieuwe Yaris. De 1 liter versie. Een hele nieuwe auto. Vooral van binnen ziet hij er fantastisch uit. Mooie materialen, heel mooi afgewerkt. En wat je vooral opvalt is de enorme ruimte in deze relatief kleine auto. Als je hem van buiten bekijkt, denk ik van nou, het is maar een klein autootje, maar van binnen is hij opvallend ruim. Ik heb het idee dat je in een veel grotere auto zit. Met een 1 liter motortje heb je echt het tortjesgevoel, hè? Een beetje een bromgeluidje. En je vindt het lekker stoer. Je kunt er redelijk mee door het verkeer heen komen. Nou, we gaan nu even een rondje baan doen bij Diebo. Om even het gevoel te krijgen van wat hij allemaal doet in de bochten en et cetera. Een bekende brommetje, torrentje. Ik vind het wel prettig klinken. Wegligging is prima voor zo'n kleine auto. Dan moet je wel heel gek gaan doen wil je hem kwijtraken. Dat we niet de meest ideale omstandigheden mee hebben genomen vandaag. Dat mag de pret niet drukken. Even de slaan op proberen. Deze 1 liter versie die heeft een gemiddeld gebruik volgens de fabriek van 4,8 liter op de 100 kilometer. Dus dat is meer dan 1 op 20. Maar toen we hem meekregen stond hij al op 9 liter de 100 kilometer. En we hebben daar al een beetje van af kunnen krijgen. Hij staat nu op een 6,5 liter de 100 kilometer. Dus ja, de fabrieksopgave is redelijk optimistisch, dus je moet rekenen op 1 op 16, 1 op 17, wat iets realistischer is. Vooral onder deze omstandigheden, met heel veel wind, dan gaat het natuurlijk ten koste van je gemiddelde brandstofverbruik. Maar ik vind dat we het netjes hebben gedaan, met bijna 6 liter op de 100 kilometer.